Hallo lieve vrienden, hoe is het daar? Nou, hier is het lekker hoor. Nieuwe week, nieuwe mogelijkheden, nieuwe dingetjes onder het doosje. Nou, wat wil een man nog meer? Dus laten we even kijken. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Ik heb er zin aan. En dat is ook wel eens anders geweest. Wat is dit nou weer? Nata de coco pudding. Nata de coco pudding mango. Nata de coco pudding lychees. Verschrikkelijk vieze dingen. Nata de coco pudding aardbei. Hartstikke leuk. Ik hou niet zo van pudding. Ik vind sowieso toetjes en desserts zijn niet voor mij gemaakt. En dan heb je lekker gegeten, mooi voorgerecht met vis of vlees. Of een mooi hoofdgerecht daarna met vis en vlees. Misschien nog een tussengerechtje met een soepje. Of een terrine of wat dan ook. En dan komen ze met zo'n bord met zoete meuk daarna. Dan eet ik dat op en is Jantje misselijk, hele etentje verpest. Dus ik eet eigenlijk nooit toetjes. Ik vind desserts onnodig. En daar wil ik nog wat van aan zeggen. Het dessert wat ik wel neem, is een kopje koffie met een knipoogie. Hè? Dat je toch na die paar flessen wijn nog even die klap in je nek krijgt. Maar goed, Nata de coco, wat de hel is het? Wat mij vooral opvalt, is dat er niets op staat van wat er in zit. Of waar het vandaan komt. Het zijn alleen maar bakjes gevuld met een soort gelatine-achtige pudding. En er staat heel groot Nata de coco op. Nou, je kan mij heel veel vertellen, maar coco is in mijn ogen nog steeds kokos. Dus hoe een mango pudding van kokos gemaakt kan worden, is een vraag voor mij en ook voor jullie waarschijnlijk. Dus ik ga een beetje vals spelen. Ik ga het even opzoeken. Want zolang er geen ingrediënten op staan en er staat niet op wat erin zit, wat hetzelfde is. Maar ik bedoel, waar het vandaan komt of wat dan ook. Dan moet oom Jan gaan googlen. Dus het is niet anders. Dat ga ik nu even doen. Nou, ik heb het opgezocht. Ik ben minder blij dan je zou verwachten. Nata de coco is inderdaad van kokos gemaakt. En niet zomaar kokos, van gefermenteerde kokos. Oftewel door en door rotte kokos. En ik kijk niet met heel veel plezier terug op gefermenteerde zaken. Zo heb ik een tijd geleden surströmming gegeten. Dat is gefermenteerde haring. Dat heeft 3 dagen niet alleen in mijn huis gehangen qua geur en smaak. Maar voornamelijk in mijn hersenpan. Ik rook het en ik proefde het overal. Het is verschrikkelijk slecht geweest voor mijn bestaan. Nu heb ik dus gefermenteerde pudding. Het komt overigens uit de Filipijnen. Daar is het ooit ontwikkeld. Het schijnt een soort van gezond te zijn. Ik heb er geen trek in, maar laten we maar even gaan proeven. Want daarvoor zijn we hier natuurlijk. Dan heb ik 3 lepeltjes. Bij 3 puddingjes. Ik begin bij de Nata de coco aardbei. Waarom? Aardbei is eigenlijk een hele makkelijke smaak altijd. Nou ja zeg. Wil je zien? Als ze hadden gezegd dat dit een potje gel is, had ik het ook geloofd. Verschrikkelijk chemisch. Ach, wat erg. Ach, oh jeetje. Oh, dit is echt heel erg. Het is een soort drillpudding, maar dan van het stevige soort. Dus een drillpudding wat niet helemaal drilt. Nata de coco aardbeien. Ach, gafverdikke. Oh. Het is niet eens de smaak. Het is de structuur. Gadverdamme. Het is een soort hard geworden zalf, is het. Oh, wat vreselijk. Nata de coco aardbei is qua smaak niet eens zo heel erg vies. Ja, er zit een beetje chemische aardbeiensmaak in. Alleen, ja, het is verschrikkelijk wat je zit eten. Ja, wat kun je er nou mee vergelijken, joh? Nata de coco mango. In de Nata de coco mango zie je al de brokjes zitten. Dus dat wordt leuk. Dus dan heb je dus een soort hard geworden siliconenstructuur. Met erin nog zachte of misschien wel harde brokjes mango. Lijkt me niet zo heel erg lekker. Qua smaak is het helemaal niet zo'n probleem. Alhoewel, ondanks dat hier stukjes mango in zitten, de smaak van mango nergens naar boven komt.
is een structuur. Dit is gewoon niet zo lekker. Je zit gewoon... Ik weet eindelijk waar die structuur me aan doet denken. Met die harde stukjes erin is helemaal niet te bunkeren. Die structuur doet me denken aan een haring. Nu ben ik een groot liefhebber van de haring. Liever gezegd, ik eet elke week zeker 2 haringen. Alleen als je dan in die haring bijt, dan proef je de zee, hè, dan proef je het visje, hè, dan proef je de ziltigheid. En dan denk je, lekker haringje. Maar zeg maar, denk maar aan dat bijten. Door het zachte, edoch, toch wel weerstandgevende visje. En dan dat het naar niks maakt, maar dat er ook nog brokken mango tussen zitten. Ik krijg er al ergens een reactie ook nog van. Nou, om de deceptie nog groter te maken, zit er ook de smaak lychees bij. Lychees zijn van die vervelende klotenvruchtjes. Als je die pelt, gaat het schilletje onder je nagel zitten. 1 groot bloedbad, overal pijn. En dan heb je zo'n klein wit bolletje, dan stop je die in je mond. En dan bestaat 3/4 van het hele bolletje uit een hele vervelende bittere pit, waar je dan op bijt en dat je ook nog weer pijn in je tanden hebt. Enfin, lychees, nata de coco. Dat zal echt officieel de vieste zijn. De grap is dat je, als je dus het plasticje eraf haalt, lijkt alsof er nog een plasticje op zit. Maar dat is niet zo. Dat is de gefermenteerde kokos. Lekker. Het vreemde is, hier zitten dan weer geen brokjes lychee in. Bij de aardbeien zat er ook geen brokjes aardbeien in. Maar bij de mango zat er dan wel weer van kleine blokjes mango in. En wat eigenlijk het toetje nog smeriger maakte. Omdat je dus naast die smakeloze haring bijt, harde brokjes erin heeft zitten. Lychee. Gosh, er zitten ook harde brokjes in. Het verschil met deze nata de coco is dat het 100% naar lychee smaakt, zoals lychees smaken. Dat je bij die aardbei niet, dat je bij die mango niet, en bij deze wel. Maar het probleem is natuurlijk dat je weer in die gore zalf zit te happen en dat er weer harde klontjes in zitten. Voor mij hoeven toetjes sowieso niet, maar de nata de coco toetjes uit de Filipijnen, die mogen ze daar houden. Hoe zijn ze hier dan terechtgekomen? Nou, je kan ze op internet bestellen, maar je kan in elke toko in Nederland kun je ze ook kopen. En ondanks dat ik vaak naar de toko ga, want ik hou heel erg van Indonesisch eten maken, laat ik deze staan. Want ik ben niet alleen misselijk, ik ben ook verdrietig. Dit had echt nooit uitgevonden hoeven worden. Maar goed, tijd voor de cijfertjes. De nata de coco is een verschrikkelijk product, daar kan ik niks over zeggen. De goorste is toch wel de mango, die smaakt namelijk niet naar mango. En de zalvige blubberpudding structuur wordt onderbroken door knetterharde brokjes mango, die ook niet aan mango smaken. Deze krijgt van mij een 3. Dan heb je de aardbei, daar zitten ze geen brokjes aardbei in. Snap ik ook wel, dat is natuurlijk een ander soort vrucht. Hè? Een beetje wat moeilijker in een bokje erin te pleuren. Deze smaakt eigenlijk naar niks. Naast dus dat je dus in die smakeloze haring zit te bijten. Ja, is het heel ver weg, ergens achter de horizon, heel ver weg, een tikkeltje aardbei erbij. Deze is echt heel zinloos, maar niet zo goor als die. Dus deze die krijgt dan een 4. Het is allemaal zinloze producten. En de lychees heeft wel die smerige brokjes erin. Dus ja, dat is eigenlijk ook niet helemaal wat je wil. Edoch smaakt deze naar lychees. En lychees, ondanks dat het moordlustige vruchtjes zijn die heel veel bloed hebben laten vloeien in de wereld, is de smaak van lychee best wel aardig. En deze ruikt ernaar en smaakt dus zoet naar lychees. En ja, deze die is voor mij wel een 5 waard. Edoch wil ik je vertellen dat de structuur van gefermenteerde mango, of hoe heet dat, gefermenteerde kokos, niet te bunker is. En neem gewoon een lekker stukje kokos, koud er lekker op, maar fermenteer het niet. Want dan krijg je dus dit. En dat is gewoon niet te nakken. Bedankt voor het kijken. Weer misselijk. Jezus. Waar haalt Ahmed die troep vandaan, man?